Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen, Joosten Glas en Schilderwerken, Kalman Media Producties, Marimba Bloemsierkunst, Expert Bokstel en Stage Event Equipment. Vandaag in Dommeland Live 1 voor u wellicht de onbekende presentator. Mijn naam is Roel Jongenelen. En waarom sta ik hier? Ik sta hier omdat Geert Hoes verhinderd is. Die zit ergens in de file tussen Hilversum en Den Bosch. En wat doe je dan als omroep? Dan trek je een blik presentatoren open. En dan blijkt de ene gewoon te moeten werken, de andere zit in West-Friesland. En de volgende heeft gewoon griep. En dan kom je bij nummer 143 uit en dat ben ik. Maar ik vind het hartstikke leuk om te doen. Het wordt ook een leuke uitzending. Jos, toch? Ja, zeker. Want we hebben namelijk een speelster van ODC, dat is een voetbalclub uit Boksel. En die heeft een fantastisch doelpunt gemaakt. En wat gebeurt er dan als je zo'n filmpje opstuurt? Nou, dat zien we straks. We hebben twee leerlingen van het JRL. En die hebben een boot gebouwd op zonne-energie. En daar gaan ze allerlei wedstrijden mee doen, daar hebben we het over. En we hebben een serieus onderwerp. Want de kogel is namelijk door het kasteel. Stapelen gaat in de verkoop. En dan hebben we nog Jos. En die gaat heerlijke dingen bereiden, toch? Zeker weten. Net als vorig jaar. Zeker weten. Oké. Okay. Ja. Vandaag is het 7 maart. Welkom bij Dommeland Live. Ja, we staan hier bij Jos. En wat ga je voor ons maken vandaag, Jos? Nou, we gaan weer twee mooie gerechten maken. We gaan richting de lente, dus daar heb ik uiteraard rekening mee gehouden. We gaan, het eerste gerecht wat we gaan maken is tonijn niçoise, maar dan niet zoals wij het kennen in de saladevorm, maar lekker lauw warm. Tonijn niçoise, dat is tonijn uit Nice, of niet? Goed, in die streek is het uiteraard een keer verzonnen. Dat is altijd een salade verzonnen met lekker wat tonijn, wat anchovies, olijven, kappertjes, paprika. Maar ik heb er een hele andere versie op. Lekker lauw warm, maar toch heel lekker fris. En heb je dan zelf verzonnen, dat gerecht? Dat ligt in mijn hand. Ja. Dan ga je dan s'avonds gewoon alle dingen uittesten, van nou, een beetje meer peper erop en een beetje meer... Uiteraard. We gaan het niet maken, of in ieder geval, ik ga het jou niet laten proeven voordat ik het uitvoerig getest heb. Natuurlijk. En wanneer is het dan klaar? Want denk je van, ja, laat je dan iemand testen of zo? Uiteraard. Eerst test ik het zelf. En wie is de pineut? Dat zijn verschillende mensen. Hè, maar dat ligt een beetje eraan wat voor gerecht er bereid wordt. Maar vrienden, familie en dergelijke, die laat ik sowieso proeven. Okay. Maar voordat ik het laat proeven, moet ik er zelf ook van overtuigd zijn. Oké, okay, en het tweede gerecht, dat was? Het tweede gerecht is een lekkere frisse salade met mooie geitenkaas hier uit Brabant. Daar komt gemarineerde peer bij en rookamandelen. Wat voor amandelen? Rookamandelen. Rookamandelen? Ja, dus gerookte amandelen. Dat zijn deze. Je proef maar, dan weet je meteen waar we het over hebben. Kijk, dat is het voordeel, hè? Dan mocht Geert ook altijd proeven. Ja. En nou mag je proeven. Ik weet niet of het altijd een voordeel is geweest, maar... Daar hebben we het straks even over. Dat is wel lekker. Ja. Amandel. Zeker, dus we maken het hele gerecht gewoon een beetje compleet. Of een beetje compleet, helemaal compleet. Je moet altijd spullen met elkaar combineren, hè? Dat je rook amandel proef ook, ze zijn een beetje zout. Ja. Nou, die geitenkaas is een klein beetje bitter. De peer dadelijk met de honingmosterd, dat is een beetje zoet. Je bent altijd op zoek naar zoet, zout, zuur, bitter in een gerecht. En dan hoef je niet 20 verschillende dingen op het bord te leggen. Als die combinatie klopt, dan heb je een goed gerecht. Ja, dat heb ik wel gezien op tv, ja, dat je het allemaal niet zo moeilijk hoeft te maken. Hoe heet die Gordon Ramsay? Die zegt ook altijd van, maak het niet zo moeilijk. Nee, ik zie ook wel eens koks en die leggen dan 14, 15 verschillende smaken op een bord. Ik kan je vertellen, een mens, de smaakpapillen van een mens kunnen dat niet eens meer onderscheiden. Dus waarom zou het überhaupt doen? Want je maakt het gerecht er niet beter mee. Sterker nog, je maakt het gerecht er slechter mee. Ja. En überhaupt, als je dan gaat combineren, bijvoorbeeld met wijn of met bier. Hè, daar komen we straks nog een keer op. Ja, we gaan straks een biertje drinken. Ja, natuurlijk. En dan wordt het ook steeds moeilijker om het te combineren. Maar ook de producten onderling, dat wordt enorm moeilijk om voor je smaakpapillen. Ik zeg altijd... 5, 6 verschillende smaken op een bord, dan zit je echt aan het maximum. Zo verschillende smaken, wat bedoel je dan precies? Want die zout, zuur, bitter, zoet, er zijn er 4. Ja, maar ja, kijk, je hebt bijvoorbeeld de geitenkaas, je hebt de peer, je hebt de honingmosterd dressing. Als je daar nog heel veel bij gaat doen, ik kan er nog wel van alles bij verzinnen. Ik kan er ook nog een keer walnoten bij leggen, wat een heel ander smaak is. Dus die rookamandelen bijvoorbeeld. Ja.
Of ik kan er nog een andere kaas bij leggen. Of nog een andere saus. En zo kan ik steeds verder doorgaan. Maar dat wil niet zeggen dat het gerecht er beter van wordt. Of lekkerder. Ja, of dat we het überhaupt kunnen Maar wij gaan ook verder door. Dan kom ik straks weer bij jou terug. Is goed. Ja, dan gaan we nu naar de, voorbereiden. Naar de voetballetjes. Hallo. Hoi. Nou, bij mij zit op de bank Shirini Lamrini, Vanisha Regunat en Prakas Regunat. Jullie zijn van de voetbalclub, even kijken, dat is moeilijk uit te spreken, ODC uit Boksel. Ja. En ja, binnenkort is er de Fox voetbaldag. En dat komt allemaal omdat jij een prachtig doelpunt hebt gemaakt. Ja. Dus stel ik voor dat we daar eerst eens even naar gaan kijken. En dan mag jij vertellen wat je ziet. Kijk, vertel eens, daar ben jij. Dan komt het in slow motion. Ja, zeg het maar. Ik kreeg een bal. Ja? En die was op mijn rechterhak. En toen dacht ik, probeer het maar een keer. En ja. Ja, want jij schiet hem niet zomaar in de goal, hè? Nee. Dit is, wat is dit voor een bal? Een? Hakjesgoal. Een? Een hakjesdoelpunt. Een hakjesdoelpunt. Ja, je doet net of dat heel normaal is. Maar dat vind ik niet. Ik ken ze alleen van Bergkamp en Cruijff en zo. Ken je die toevallig? Daar ken ik hakjesballen van. Dus achter het standbeen, hè? Ja. En toen? Toen was er iemand, en die zit naast jou, en dat is Vanisha. Je had een telefoon bij. Ja, dat klopt. En daar kan je ook filmpjes mee maken. Ja. Vertel. Dat heb ik toen gedaan. Ik heb toen opgestuurd naar Fox Sport zelf. En toen hebben ze eerst de weekprijs gewonnen. Dat was een tenue van hun. Oké. Okay. En daarna kreeg ik ook nog te horen dat ze de maandprijs hadden gewonnen. En de maandprijs is? Een voetbaldag, ja, dagkliniek zeg maar, van Hans Kraaij junior. Zo. Dus die komen naar Boksel? Ja. Hoe hoorde je dat? Ja, ik kreeg een mailtje. Oh, een mailtje, dus, niet een telefoontje of zo? Nee, het was eerst een telefoontje en daarna een mailtje. Van en er staat in beste Vanisha. Ja. Bij deze? Ja, hebben we de voetbaldag gewonnen, maandprijs. En dan denk jij, yay! Ja, ik was wel echt heel blij. En wie bel je dan als eerste of ga je loopt het eerst naar je vader? Nou, ik mocht het eigenlijk aan niemand vertellen, maar ik heb het eerst aan mijn vader toch wel gezegd, ja. Want jouw vader, Prakas, jij bent de trainer van deze meiden. Klopt. Van onder 11, jeugd onder 12? Ja, of onder 11. Oké. Okay. Ja. Het zijn jongens en meisjes door elkaar. Ja, ik heb één meisje in mijn team zitten, dat is Shirin. En de rest jongens, 8 jongens. Ja. Dat zijn 9 spelers, 1 speelster. Oké. Ja, en we hebben het wel leuk. Ja, maar jij bent dus het enige meisje? Ja. En vertel eens, hoe is dat nou? Dat is niet echt erg. En heb je wel eens een jongen gepoord door de benen? Ja. Serieus? En wat zeggen ze dan? Niks. Is dat niet een andere jongen die hem uitlacht? Zou ik dan wel zeggen van, hey. Nee. Nee? Is het dagelijkse kost een bal door de benen? Bij jou. En ben je goed? Mag je wel zeggen? Ja. Ja? Hoe goed? Heel goed. Ja? Denk je dat je hoog zou kunnen eindigen? Ja. Als? Voetbalster. Voetbalster als beroep? Nou, dat zou heel bijzonder zijn. En jij voetbalt ook, Vanisha? Nee, ik voetbal niet. Waarom niet? Ja, ik kan het niet echt. Ook met astma, zeg maar. Oké, okay. Dus, dat is lastig, ja. Maar keeper of zo? Nee, dat al helemaal niet. Nee. Nee. En wanneer is de voetbaldag? Volgende week woensdag. Volgende week woensdag? Ja. En komt Hans Kraaij dan ook mee? Ja, die komt ook. Oké. Okay. En jullie zijn ook daar in de studio geweest, heb ik begrepen, hè? Ja. Daar hebben we ook foto's van. Dan gaan we eens een fotootje kijken. Nou, kijk, wat zien we hier? Vanisha. Nou, ze mochten de studio in en daar... Maar jij was er niet bij? Nee, ik niet. Oh, ja, was je daar wel? Ja, je was ja, wel ik mee. Was er wel, maar niet op de foto. Vertel. Ze mochten de studio in, ze kregen eerst een kleine rondleiding. En ja, toen mochten ze een foto maken. Oké. Okay. Kijk, now we're talking. En nu? Shirina, wat zie je nu? Een mooie foto. Ja, dat is een hele mooie foto. Echt een hele mooie foto. Maar wie staan erop? Mijn team, de coach. Ja, en wie is de rechtse? Ken je die toevallig? Dat is een hele bekende, hè? Ken ik niet. Dat is Hugo Borst. En Hugo Borst... Prakas, dat is een hele bekende. We zijn nog niet klaar, laat ik het nog eens even zien. Kom op, ja, kijk. Oh, dat is weer iets anders. De wethouder Peter van der Wiel, die komt zo aan de beurt. Ja, daar hebben we hem. Kijk, en ik zie Jan-Joost van Gangelen.
En er zit ook een hele goede voetballer eronder met, die, met dat grijze hesje aan. Een hele bekende, of niet? Ja. Hey, wie is dat? Bekende, ja. Shabaab. Ja. Oh. En Arnold Brugink. Oh ja, ik zie jou wel staan, Vanessa. Je staat daar links. Ja, ja, op deze foto wel. Ja, hartstikke leuk. Ja. Klopt. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Doe de foto maar weg. Prakas, wist jij iets van wat zij had bekokstoofd? Nou, dat zij een filmpje zou gaan maken. Of had gemaakt. Wist je er iets van? Of dat zij het op ging sturen? Ja, toen zij op ging sturen, had ze wel gevraagd of dat ze wel mocht doen. En ja, wij twee wisten het alleen. En voor de rest nog niemand. We hebben wat bekendgemaakt op het moment dat, dat we het wisten dat we de weekprijs hadden gewonnen. Oké. Okay. En heb je Sherine als eerste ingelicht? Ja, Sherine eerst. We hebben natuurlijk vertel, hoe ging dat? Eerst aan de ouders gevraagd, ja. Hoe ging dat? We gingen een spel spelen en toen kwam mijn moeder naar beneden. Jouw moeder kwam naar beneden, en wat zei ze? Nee, je hebt de weekprijs gewonnen. Wist je dat zij een filmpje had gemaakt? Nee. Dus ze zei je weekprijs. Ja. Wat dan? En toen? En toen legde mijn moeder het uit. En wat dacht je toen? Yes. Yes. Yes! Ja. Wat dacht je, ik word beroemd? Ja. Ja, maar is het filmpje is het ook uitgezonden op tv? Ja. En heb je er reacties op gehad? Wat zeggen jouw spelers van de club? Wat vinden die ervan? Leuk. Ja? Wat zeggen ze dan? Onze profvoetbalster. Serieus? Oh, dat is leuk. Handtekening uitdelen? Nee, nog niet. Ja, dat komt er wel. Let maar op, dat komt helemaal goed met jou. Dus dan is het de 15e, denk ik, hè? Ja. En wat houdt zo'n clinic in? Wat gaan ze allemaal doen dan, Prakas? Ja, ze komen sowieso heel vroeg beginnen met alles. Met de decor en muziek en alles zeg maar klaarzetten. En dat begint om 2:30. En dan is het dan wel in delen, zeg maar, dat het wordt alles gedaan. Vanessa weet het eigenlijk wel beter, de planning. Nou, vertel. Dus, ja, het wordt in twee delen gedaan. Eerst de wat jongere groep en daarna ja, de groep waarin hun ook zitten. Oké. Okay. Ja, ze gaan gewoon echt verschillende activiteiten doen. En Hans Krij is er ook bij. Die gaat ook nog wat met de ouders doen, een quiz. Oké. Okay. Dus, ja, en wat zijn voor activiteiten? Zijn, ik neem aan voetbalactiviteiten, of niet? Ja. Dus leer je dan nog iets, waarschijnlijk hoe je moet, nog moet trappen, buitenkant voetje of zo? Denk ik dan? Ja. Toch? Wel. Ja, ook techniek en alles zit er ook in. Ja, techniek. Mentaliteit. En wat droom je dan van? Een nationaal team? Ja. Dat zou mooi zijn. Zij traint ook al samen met KNVB. Ze is ook gescout door KNVB. Dus, dan, kijk, waarom zeg je dat niet? Hè? Kan je gerust zeggen? Je bent gescout. Ja. En dan, ja, dan gaan ze naar je vader of je moeder. En dan zeggen ze van, ja, jouw dochter die kan het wel. En dan zegt je moeder, ja, dat klopt. En dan zegt ze dat tegen jou. En dan denk je weer van, yes. Maar ben je al een keer, heb je al een training gedaan of zo op Papendal of... Of houden ze jou alleen in de peiling? Hoe moet ik dat zien? Nee, ik heb wel een paar trainingen meegedaan. Heel veel zelfs. Serieus? Hoeveel? Weet niet. Zoveel al, dat je het niet eens weet. En dan moet je daar naartoe. En waar train je dan? In Eindhoven. In Eindhoven. En wie traint jou dan? Of wie komt daar kijken? Want daar komen natuurlijk nog bekendere mensen kijken. Die denken van nou, kijk wat hier rondloopt. Ja. Maar dat weet je niet. Nee. Maar dat denk ik wel. Als je het daar goed doet, nou, dan kan je wel trots op jezelf zijn. Dat ben je toch wel? Ja. En jullie ook, neem ik aan. Ja, zeker. Ja, want ja. Zijn er nog meer kinderen bij ODC die... Bente. Bente, ook een meisje. Jonger of ouder? Net als mij. En die zit ook, maar die speelt in een ander team. Ja, het is ook bij JO onder 11, zeg maar. Oké. Okay. Maar dan eerste selectie, wij zijn de tweede selectie. Want jij bent? Ja. Hoe oud? 10. Dat is mooi. Heb je al veel meegemaakt? Ja. En je gaat toch heel veel meemaken? En de Fox Sportdag, is die openbaar? Mag ik daar bijvoorbeeld komen kijken? Of? Ja, tuurlijk. Volgens mij mag iedereen wel iedereen komen kijken. Ja, iedereen is welkom. Ja, hartstikke goed. En dan moeten jullie ook loodje verkopen? Was pas in het nieuws, hè? Inderdaad. Heb jij het gehoord? Ja. Dat de kinderen uit de club moesten omdat ze geen loodje hadden verkocht. Ja. Moeten hun ook loodje verkopen? Of... Ja, ze
mogen ook wel loodjes verkopen, maar het is niet hoe het dat bij de andere club is geweest. Ja, ik snap het. Ja, mooi. Nou, ik vond het hartstikke leuk en ik wens jou heel veel succes. Dankjewel. Ik heb nog een klein vraagje. De verkiezingen komen eraan. Ga je stemmen? Ik ga wel stemmen, ja. Oké, okay. Wat vind je belangrijk, wat zijn jouw belangrijke punten als je gaat stemmen? Ik denk, nou, daar wil ik op letten. Ja, belangrijke punten. Sowieso dat de pensioenleeftijd naar beneden wordt getrokken. Ja. Ja, ja, ja. Maar, ja, dat is een... maar dat zie ik niet gebeuren. Ja. Maar goed, moet ik er nog in verdiepen. Ja. We gaan zeker stemmen. Ja, heel goed. Heel belangrijk om te gaan stemmen, ja. Mensen. Heel belangrijk om te gaan stemmen. Ja. Nou, ik dank jullie wel. En ik denk dat ik de 15e kom kijken, zie ik jou. En zie ik jullie allebei. Ja, ze zijn er allemaal. Toch? Ja. Hartstikke leuk. Nou, heel veel succes. Dankjewel. En maak nog veel van zulke mooie doelpunten, ja? Goed, ja. Dan ga ik weer even terug naar Herman. Goed, ja, dankjewel. Jos Hermans bedoel ik. Herman. Jos Hermans. Jos. Ja, goed. Hoe ver zijn we? Nou ja, ik ben met de voorbereiding bezig. Hè. Zo, goed gerecht heeft ook voorbereidingstijd nodig. Ja. Ja, in 10 minuten tijd zijn we er al een eindje verder. Hè. Want kijk, we hebben de salade gemaakt. Lijkt niet om salade, zou je zeggen. We zullen dadelijk wel proeven. Ik merk dat... kijk dit in alles, de camera. Camera 1. Kijk. Zodat alles, dit is, alle smaken van de salade die je normaal hebt, ook in dit gerecht terugkomen. Dit zijn salade, dit is een salade niet smaak. Nou, dit is een mengsel van paprika, rode ui, wat zongedroogde tomaten, olijfjes, kappertjes. Dus dan proef je echt het zoute en het zure proef je dadelijk weer lekker terug als het gerecht zo dadelijk gemaakt is. Ja, ik ruik het al. Ja. En lekker met een heerlijk stukje verse tonijn. Oké. Okay. Die we dadelijk gaan grillen. Dus ja, ik even het pitje een klein beetje lager zetten, want anders gaan we ongelukken krijgen. Ja, ja, ja. Ja, precies. Nou, het ziet er wel heel lekker uit allemaal. Dankjewel. Dus dan gaat zo meteen de tonijn daar al op of doe je eerst allerlei voorbereidingen en dan de tonijn? Eerst de voorbereidingen, want dat is altijd het belangrijkste in de keuken. Eerst de voorbereidingen doen, daarna is het om het gerecht af te maken, dan is het eigenlijk, valt het best wel mee. He, want dit wordt dadelijk een beetje aangebakken, dat het ook een klein beetje gaar is, maar wel nog knapperig blijft. En dan moet de tonijn heel kort grillen, want tonijn nooit te lang, hè, want doorbakken tonijn, dat is heel ja, droog. Ja, ik moet zeggen, ik heb daar wat dat betreft niet zoveel verstand van, nee. Maar vis moet gewoon tonijn... Is, ja? Nou ja, niet vis, maar tonijn moet je eigenlijk zien als een stuk vlees. Ja, dat zie ja. Ik zie dat als een stuk vlees, dat klopt. Ja, maar, zover ben ik al. Ja, nee, maar tonijn moet je ook, bereiden als een stuk vlees. Dus je bereidt het ook eigenlijk heel vrij rood, omdat het anders helemaal droog wordt. Kijk, een ander stukje vlees, een stukje zalm, dit doe je bij medium. Een stukje kabeljauw gaat ook wel iets verder. Maar tonijn behandel je echt als stuk kalfsvlees, laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Vaak ziet er ook, ja, het heeft ook een beetje dezelfde kleur natuurlijk. Ja. Maar als je het echt op bakken doet, dan is het echt heel droog. En dan krijg je heel droge tonijn. Oké. Okay. Nou, ja. Er is nog niks te proeven, hè? Jammer. Nee, ja, mag je... Ik kan wel een stuk sla nemen, maar dat schiet niet op natuurlijk. Nee, maar dat komt bij de volgende ronde, dan kun je voldoende proeven, denk ik. Dat is beloofd, hè? Ja, dat is absoluut beloofd. Ja, weet je nog vorig jaar, toen je stond hier ook? Ja. En ik heb gevraagd of ik mocht vertellen, maar ik mag het ook vertellen. Ja. Vorig jaar stond Geert hier en toen had je ook een leuke paas. Ja, en klopt. Toen had je allemaal kwarteltjes liggen en zo, en toen bleek jouw pitje niet te werken. Dat klopt. En toen heb jij iets moois gemaakt van een ei. Het zag er heel leuk uit, maar het was niet te vreten. Nee, dat klopt. En het leuke, dat Geert een hapje nam en die zei, oeh, heerlijk, zei hij. Ja. Ja. Nee, ja, het pitje werkte niet en dan moet je ook improviseren. Ja. En normaal als je in een restaurant staat of zo, of in de keuken, dan doe je natuurlijk improviseren dat het ook lekker is natuurlijk. Ja. Maar nu moest ook geïmproviseerd worden dat op tv ook nog leuk was. Ja, nee, ik zat zelf in de regie. Ik had het niet in de gaten. Nee, ik hoorde na de rand ook dat de regie het niet in de gaten had. Nee. Nou, daar ben ik heel blij om. Toch? Ja, dan hebben we in ieder geval goed geïmproviseerd. Ja. Maar het pitje wat ik toen bij had, wilde op de een of andere manier niet functioneren. Ja, dus, het pitje werkt nu wel. Ja, het, pas op. Ja, het werkt goed. Nou, ik ben zeer benieuwd. Wacht op de volgende ronde. Komt helemaal goed. Dan kom ik weer bij jou terug. Is goed. Succes. Nou, ondertussen krijgen we nog wat beelden van jou. Komt goed. En nou, gaan we lekker beginnen. Dan loop ik ondertussen naar mijn volgende onderwerp. Okay.
Dag meneer Jan Suiker. Meer dan 100 jaar geleden vestigden paters assumptionisten zich op Stapelen. En er is nu de beslissing genomen en die sloeg toch wel in als een bom, ondanks dat de mensen toch een beetje aan zagen komen. Sloeg het toch een beetje in als een bom, want Stapelen gaat in de verkoop. Ja, inderdaad. Ja, de belangrijkste vraag is natuurlijk waarom? Omdat wij er geen andere bestemming voor konden vinden. Wij, tot 2005 waren wij onderdeel van de, tot 2005 was het een min of meer zelfstandige provincie in de congregatie, hè, de congregatie wereldwijd. En van 2005 tot 2011 zijn we samen met de Belgen geweest, dus toen konden wij de meeste dingen zelf nog wel beslissen. Sinds 2011 zijn we eigenlijk onderdeel van Europa, want in de westelijke wereld krimpt de congregatie alsmaar in en dan krijg je fusies. Hè? Ja. Dus dan zitten we in de provincie Europa, een twintigtal Spanjaarden, een handjevol Italianen, een handjevol Engelsen, Belgen, Nederlanders en dan Fransen. Met een aantal buitengewesten, met name in Afrika. Die vallen ook nog onder Europa. Het bestuur zit in Parijs. En we zijn op een gegeven moment met een paar man naar Parijs geweest om ons te vragen of ze, dat zouden wij het liefste gehad hebben, dat wij het kasteel zouden kunnen behouden binnen de congregatie. Maar ja, dan moet je er wel een zinvolle bestemming voor kunnen vinden. En we hadden zo het idee bijvoorbeeld van, dat was een van de weinige ideeën die we kregen, om er een internationaal noviciaat van te maken. Een noviciaat? Een noviciaat. Dat is een inleidingsjaar op het klooster. Okay. Hè? Meestal als je priester wil worden na het gymnasium. Ja, ja, ja. Maar ja, dan zouden die novicen, dus die kandidaten, die zouden uit allerlei landen komen, behalve uit Nederland waarschijnlijk. Ja. En het is, men vindt het nodig, ik vind dat een zinnige zaak, dat de novicen de taal spreken van het land waar ze dan wonen en, ja, en die vorming krijgen. En ja, om voor één jaar Nederlands te gaan leren. Nee, dat begrijp ik. Dat idee dat was niet haalbaar. Dat was niet. Nou, en als je dan geen enkel ander project of bestemming hebt en je bent al nog maar met heel weinig mensen die bovendien zo tegen de 90 of over de 90 zitten, dan wordt het tijd dat je een andere bestemming voor het gebouw kiest. Hè? En hoe moet ik dat dan zien? Dan komt men bij elkaar en dan iemand zegt dan het woord van ja, misschien moeten we het wel verkopen. Ja, er is een bestuur. Hè? Kijk, maar iedereen ziet natuurlijk op een gegeven moment wel aankomen, want er wordt gewoon onder elkaar over gesproken. Ja. Van ja, wij zullen alleen al het feit dat de ouder wordende mensen meer zorg nodig hebben, die wij op de duur niet op het kasteel kunnen bieden. Dus die hebben dan het vooruitzicht dat ze weggaan. En je kunt zo'n gebouw niet leeg laten staan. Hè? Nee, dus er komt een bordje te koop op, eigenlijk, in de tuin. Nou, dat geloof ik niet. Bij wijze van spreken. Ja, 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 ja. Het Brabant Centrum zei het mooie van, het gaat in de etalage. Ja, het gaat in de etalage. Dat is leuk gezegd. En hier en daar wordt al gesuggereerd dat alles al in kannen en kruiken is, maar dat is nee, dat is helemaal niet het geval. Nee. Dus er is een makelaar gezocht. Daar is een plan opgesteld, zoals die mensen dat dan doen, van hoe dat allemaal in de verkoop zal gaan. En daar hebben wij, die doen dan een offerte. En om die mensen op, de zaak komt, gaat in werking, zeg, oh, die offerte is aangenomen. Hè? Ja. Nou, daar hebben we nog geen handtekening onder gezet, maar dat zal niet lang meer duren. Dat gebeurt deze maand nog wel. Ja, het is een speciale makelaar, heb ik begrepen. Dus Het is niet de eerste de beste. Hè? Nee. Het is niet de eerste de beste, maar die wil het liefst ook nog, moet dat zeggen, onbekend blijven, zodat hij rustig zijn werk kan doen. Die heeft uiteraard wel een netwerk van mogelijke kandidaten en die gaat die eerst eens benaderen voordat. Ja, ja.
Want ja, ik kan me voorstellen dat de bokselaar zich afvraagt van ja, wat gaat er inkomen? Ja, dat vragen wij ons ook al. Ja, en is er terecht dat daar enige angst bij is? Ik als inwoner van Boksel denk ja, straks komt er misschien iemand met veel centen die er een hek omheen zet en er een partycentrum met harde muziek van maakt. Dat is denk ik niet zo. Dat gevaar is niet zo groot. Ik noem het een gevaar. Hè? Ja. Dat gevaar is niet zo groot. Wij zouden het liefst hebben dat het een sociale bestemming krijgt. Ja. Ja, ja wat? Bijvoorbeeld in de zin van zorg, bijzondere zorg voor mensen die bijzondere zorg nodig hebben. Maar ja, we moeten afwachten. We moeten afwachten wie door de makelaar benaderd wordt of wie. Kijk, als mensen ons direct benaderen, dan verwijzen ze door naar die makelaar. Ja, snap ik, ja. En dan is de kwestie van afwachten wie er zin in heeft en wie er een goede bestemming voor heeft. Daar zijn we toch wel een beetje kieskeurig op natuurlijk. Ja. En of er genoeg geld geboord wordt. Ja. Want de congregatie wil zeer terecht dat het voor zijn volle waarde overgaat. En waarom? Kijk, in de westelijke wereld is de congregatie aan het ingrip aan het en eigenlijk aan het verdwijnen, zoals veel congregaties. Hè? En zoals de kerkelijkheid ook geweldig aan het afnemen is. Ja. Maar in Azië en in Afrika, daar bloeit de congregatie. Ja. Er zijn op het ogenblik wereldwijd 300 jonge mensen in opleiding voor pater. Maar waarom kunnen die niet dan in ons kasteel komen? En alles gewoon op de oude voet verder, zeg ik dan. Nou, daar is het kasteel natuurlijk te klein voor. Oké, okay. Maar gedeelte dan? Nee, die moeten in hun eigen land moeten die hun vorming krijgen. En de moeilijkheid is nou dat in die landen de mensen te weinig geld hebben om die vorming zelf te betalen. Ja. En om de gebouwen er neer te zetten die daarbij nodig zijn. Ja. Op het ogenblik is het zo dat dat hele onderhoud moet door de provincie Europa betaald worden. Okay. En daarom wordt zeer terecht gezegd, kijk eens door die provinciale oversten. Wij willen dat het zijn volle waarde opbrengt. Ja, snap ik. Waar moet ik dan ongeveer aan denken? Nou, een paar miljoen toch wel. Hè? Ja, meestal zijn er dat twee of zijn er dat, zijn er dat twee of zijn er dat negen? Nou, ergens tussenin. Een miljoentje of zes. Kijk, even ook niet in mijn zak zitten. Dat is ook een kwestie. Wat de bieders er voor over hebben. Ja. En ja, dan hopen wij toch, omdat de zaak van de congregatie ons ter harte gaat, dat het een behoorlijk bedrag wordt. Want in 2010 zijn er plannen ontwikkeld om van Stapel een stadsland goed te maken. Nou, dat is een beetje. Nee, kijk, er zijn in 2010 zijn er een stuk of 10 grondeigenaren, ja, die hebben een samenwerkingsverband gesloten om de gebieden waar zij over beschikken, om dat als één groot geheel te verfraaien, te verbeteren en open te stellen, zodat daar recreatie, dat er gewandeld kan worden en dergelijke. Maar ik neem aan dat daar dan een handtekening onder komt. Wat gebeurt er dan als het verkocht wordt? Blijft zo'n handtekening dan geldig? Of? Dat samenwerkingsverband blijft van kracht. Okay. Dat heeft niet direct al concrete verplichtingen opgeleverd. Maar voor zover wij verplichtingen op ons genomen hebben, maar die hebben dan eigenlijk vooral betrekking op het park. Hè? Maar het park hoort ook bij het te kopen geheel, of niet? Voor zover wij dus verplichtingen op ons genomen hebben, zullen die door de nieuwe eigenaar overgenomen moeten worden. Moeten worden? Ja, okay. Ja, dat hoort bij de voorwaarden. Het park, kijk, ons onroerend goed bestaat uit het kasteel, het park, het gebouwtje waar we nu zitten. Ja. En dat stuk grond met dat voormalige nonnenklooster en het pand ernaast. Ja. En dat gaat allemaal in de verkoop. Ja. Dat wil niet zeggen dat dat als eenheid gekocht zal moeten worden. Dat kan ook, dat hangt er van af
wat de kandidaten dus verlangen. Okay. Dus die kunnen misschien, stel voor het, twee of drie onderdelen. Hè? Ja, ik snap het, ja. We hebben ook de wethouder Peter van der Wiel om een reactie gevraagd. Die kon er niet zijn, want die heeft de raadsvergadering. Ja. Maar die zei het volgende. Kasteel Stapelen is historisch vervlochten met de Bokstelse gemeenschap. En vooral in die zin ook belangrijk erfgoed. Uiteraard respecteren wij de stappen die de paters als eigenaars gaan zetten. Daarbij zijn en blijven wij graag in gesprek met de paters over de kansen die in het gebied liggen. Hierbij blijft het de ambitie van de gemeente Bokstel om het stadslandgoed Stapelen te realiseren zoals we dat binnen Landschappen van Allure afgesproken hebben. Ja. Landschap van Allure, dat is een investeringsprogramma volgens mij. Nou, dat is dat geheel van die 10 of 11, ik weet niet precies hoeveel meer, grondeigenaren, het is objecten, landgoederen. En dat wordt door de provincie gesubsidieerd. Hè. Je hebt 3 van die gebieden in Brabant die door de provincie gesubsidieerd worden. Voor de verdere rest is het eigenlijk een particulier initiatief. De gemeente Boksel is daar ook bij betrokken. Maar goed, ik kan het daar mee eens zijn met wat Peter van der Wiel zegt. Want wij willen ook niks liever dat stadslandgoed Stapelen, dat gerealiseerd wordt zoals het geconcipieerd is. Ja, geconcipieerd is een moeilijk woord voor? Voor zoals het opgezet is. Ja. En dat is, daar is een boekwerkje over verschenen, waarin dat plan is uitgewerkt. Ja. En de gemeente heeft bijzonder veel belangstelling voor het park. Kijk, De realisering van dat plan, van dat project, hangt niet per se samen met wie de eigenaar van het park is. Okay. Maar de gemeente die heeft een stevig oogje op het park en daar hebben wij al een grip voor. En er is eigenlijk al een paar jaar onderhandeling tussen de paters en de gemeente over de toekomst van het park bijvoorbeeld. Ja. En van het kasteel ook. Als de gemeente zegt, wij willen naar het kasteel komen, dan... Ja, maar kan ik de mensen... Dan moeten ze zich maar melden. Ja, ja. Nou, gemeente, meldt u bij de heer Suiker. Ja. Want kan ik de inwoners al een beetje op het gemak stellen van, nou, er zal niet zoveel veranderen? Of zegt hij van, nou... Ja, wat bedoelt hij dan eigenlijk? Nou, aan de bouw? Van... Nee, aan de hele situatie. Het park is nu open, mensen kunnen daar naartoe. Enzovoort. Nou, mijn microfoon valt eraf. Je houdt even zo vast. Mensen kunnen daar naartoe. Of dat wel zo blijft? Dat is niet helemaal zeker. Want als er iemand is die het kasteel met het park wil kopen, dan gaat niet direct onze voorkeur naar uit. Nee, ik snap het. Maar ja, dat zijn dingen daar kan ik nu geen zekerheid over geven. Nee. Geen duidelijk antwoord. Nou heb ik ook gisteren een verontrustend telefoontje gekregen, want niemand minder dan Sinterklaas. En ik was vroeger altijd een voorbeeldig kind. Ja. Dus ik heb een 1-op-1 lijn met Sinterklaas. U gelooft er nog in? Sorry? U gelooft er nog in? Geloven? In Sinterklaas. U gelooft ook, ik geloof ook. Ik geloof in Sinterklaas. Dus die zei van, hoe zit het nou met het kasteel? Kan ik daar volgend jaar nog verblijven? Dus alle kinderen van Boksel denken, is het volgend jaar nog wel Sinterklaas? Ik meen eigenlijk dat ik daar in het Brabant Centrum al een antwoord op gegeven heb. Kijk. Het komende Sinterklaasfeest wordt hier gevierd. Maar over 2018 en 2019, want oorspronkelijk was het de bedoeling dat het voor 5 jaar, dat het 5 jaar lang, het wil niet erg. Dat het 5 jaar zou duren, maar aangezien het aantal paters in zo'n versneld tempo is teruggelopen, en wij bovendien dus geen nieuwe bestemming voor het kasteel konden vinden, is de hele afwikkeling van laten we zeggen, de Nederlandse assumptie in een versneld tempo gekomen. Ja, ja, ja. En dan kunnen wij niet helemaal garanderen dat in 2018 bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest ook weer gevierd kan worden. Ja. Dat hangt er een beetje vanaf wie de nieuwe eigenaar is en wat die... En hoe snel dat hij het kasteel betrekt enzovoort enzovoort. Ja, nou ik hoop dat het pand snel verkocht wordt. En dat het een
mooie bestemming krijgt, waar iedereen tevreden mee is. Nou, dat is een goede wens. Ja, dat Daar ben ik het goed mee eens. Dankjewel. We gaan naar een instart van onze boswachter, Frans Kapteins. En daarna zijn we weer bij Jos Hermans. Kijken wat hij gemaakt heeft. Hallo beste kijkers, dit is een nieuwe vlog voor Omroep Dommeland, Frans Natuurlijk geheten, en ik ben hier bij het Smalwater. Ik laat u even de omgeving zien. Dan heb je een beetje een beeld waar ik ongeveer ben. Het is vlak, eigenlijk heet het gehucht de Roont. Ik sta hier met Smalwater. Smalwater is een prachtig riviertje. Eigenlijk de verlengde van de Beerze. En de Beerze, ja, die ontspringt in België en komt dan zo langs de Campina Boksel binnen. En verlaat zeg maar Boksel via zeg maar de Essenstroom. En ik ben hier in het Smalwaterproject Zuid, zoals dat heet. En het noordelijk deel ligt op het gebied van Brabants landschap. Nou, er is een prachtige wandelroute langs te lopen. Langs heel het Smalwater. Vanaf de Kempseweg kun je dat bijvoorbeeld gaan lopen, of andersom, je kunt dan ook starten aan de andere kant van het verhaal. Op dit moment is er veel gekapt langs de Smalwater en dat is nodig om de rivier wat meer ruimte te geven en de vogels ook wat meer kans te geven. Kijk, hier zie je dat een beetje. Er ligt wat vooral wilgenhout ligt hier op de grond, maar dat hoort bij dit stukje natuurontwikkeling. Ik zou zeggen, ga maar eens een keer kijken, ga zelf maar een keer lekker wandelen. En ja, de lente komt eraan, dus dat wordt gewoon lekker genieten. Nou, Jos. Ja. Zijn we weer. Het ziet er heerlijk uit. Ja. Nou zou ik zelf, ik ben namelijk geen kok, ik kan wel iets, maar ik zou dan zelf zeggen, nou, dit is nog helemaal niet gaar van binnen. Maar daar heb ik het zojuist uitgelegd. Ze zijn echt rauw houden, anders is het echt droog. Kun je dat zien, Peter? Ik kan het ook wel even laten zien, hoor. Lekker rood houden. Oké. Okay. Eigenlijk is, mijn persoonlijke mening is, zo heel even kort grillen is heel lekker. En wat is kort? Echt eten. Dat is heel kort, echt pst. Nee, dat meen je niet. Ja. Dus kok is gewoon... Pss, pss, nee, nou ja. Moet er dan 3 jaar voor studeren? Pss, ja, dan moet je 3 jaar... Nou, dat is zeker nog 4 jaar. Nog 4 jaar. Pss, pss, nee, okay. Maar bij tonijn... Ja, ik vind eigenlijk tonijn rauw nog het lekkerste. Ja, je kunt het ook rauw eten. Ja, daarom. En tegenstaan tot vlees natuurlijk. Ja, ik bak mijn eigen vlees ook zo groot mogelijk. Dus ik ben wel een fan wat dat betreft van rauw. Oké. Ja. En wat zien we nou precies? Dus we hebben nou tonijn in zwaas, maar dan even heel anders als we gewend zijn. Normaal maken we salade, heel vaak wordt dan een blikje tonijn opengemaakt. Lekker wat ei erdoorheen en kappertjes en anchovies. Op een hele andere manier, maar wel dezelfde smaken die erin zitten. Door het gebruik van zonnedrode tomaat, olijven, wat uien, een beetje paprika. En dan de tonijn kort te grillen. En dan krijg je toch wel die smaak. Maar toch op een hele andere manier. Ja, het ziet er geweldig uit. Ja, ik durf het bijna niet te vragen. Maar... Ja, je mag, de vork ligt erbij. Je mag het proberen. Oh. Een beetje van dit erbij. Zo. Holy. Ja, die groente mag je best wel een beetje erbij nemen. Zo lekker. Ja. Oh jee. Ja. Ja. Ik weet niet of het mag, maar... Die wel bekend, ik ga tegenwoordig wel gerechten met bieren combineren. Ja, want jij gaat een nieuw restaurant openen. Dus, ja, aanstaande donderdag gaat het open. En op de Parallelweg Zuid, hier in Boksel. Dat is eigenlijk een bierrestaurant, zou ik zo zeggen. De speciaalbieren zijn heel erg in opkomst. Kunnen we bier eten daar? Nee, je kunt bier drinken. Oké, bier drinken. Ja. Het is de bedoeling dat wij in het restaurant bier net zo doen als een ander restaurant wijn doet. Oké. Dus je kunt bij een gerecht een begeleidend glaasje bier drinken. Je kunt zelfs een proefglaasje nemen als je wil. Oké. Als je wat meerdere gerechten wilt proberen. Dus, wat adviseer je bij dit gerecht? Dat is, ik heb hier voor bij de Punk IPA, American IPA is dat. De IPA? Ja. De IPA? Indian Pale Ale. Ja, IPA. Dat is het? Indian Pale Ale. Oké. Heel hoog in zijn hop. Maar ja, dat kan heel goed op tegen de zouten en de zuren die in de salade zitten. Dus ik zou zeggen, door de warmte van de lampen zakt de schuimkraag heel snel in. Moet je is er ook een bepaalde manier van drinken, bier? Of gewoon slikken? En, Nee, je moet wel een beetje met respect behandelen. Ik schenk niet voor niks ook in een wijnglas in. Doe het net zoals wijn. Dan. Ja, dat doe je gewoon zo en dan proost, hè. En dan wel ook zo... Zoet.
Maar ook bitter, toch? Van de hop. Maar ook bitter? Ja. Van de hop. Als je dat in combinatie doet met de tonijn niçoise, dan is dat een hele mooie combinatie. En dan merk je ook dat het bier ook nog verandert. Neemt de bitterheid, neemt dat weg. En dan je hebt ook zout meegenomen, zie ik hier. Ja. Even een bakje zout uit de keuken meegenomen. Bakje zout? Ja. Is dat voor Rastfries vanavond? Ja, dan kan ik van tevoren strooien, kan ik toch met mijn auto wegrijden. Afritten gooien. Ja, precies. Okay. Ja. Maar jij pakt met je vingers zo, en dan doe dat eens even voor. Beetje zout, en dan doe je zo zout, hè. Nog eens. En er is een spreekwoord, hè, zout over je... Ja, zo, op. En waar is dat ook weer? Ja, nee. Kwade geest of zo? Ja, het heeft iets met kwade geest te maken. Ik ben niet zo bijgelovig, dus ik bouw dat niet allemaal. Maar, ja. Pas maar op. Ja. Ik zou iets verzinnen, even lezen. Nee, maar als je zout strooit, dan moet je het ook over je schouder gooien, anders komen de kwade geesten. Oké, want jij begint een nieuwe zaak en dan zou ik toch even controleren. Hè? Want anders gaat het fout. Ja, moet je zelf weten. Ja. Maar ik zou even kijken wat je nou gedaan hebt. Nee, of je niks de geesten niet opgewekt heeft. Nee, precies. Oké, nou hartstikke goed. Ga je nog een gerechtje maken? Ja, we gaan dadelijk met de geitenkaas aan een lekker gerechtje maken met de gemarineerde peer. En de rokemandel, die had je al geproefd. Dus dan gaan we mooi... Hartstikke leuk. Nou, ik ga je naar de volgende gast. Ik neem het bier mee. Dat mag. Ja? Proost. Dankjewel, hè. Tot zo. Nou, jullie hebben niks te drinken, zie ik wel. Nou, jullie mogen nog geen bier. Nee. Want jij bent hoe oud? 15. Ik ben 16. 16. Bij mij op de bank zitten Yara Niesten en Stef Brusselers. En jullie doen mee aan de Jong Solar Challenge 2017. Ja. Zeg ik dat goed? Ja. Wat is het? Het is een vaarwedstrijd voor boten op zonne-energie. Een vaarwedstrijd voor boten? Ja. Okay. En we moeten zelf een boot bouwen en daarmee gaan we varen. Ja, eigenlijk een beetje in Friesland. En die boten varen volledig op zonne-energie. Op zonne-energie? Ja. Ja. Hoe kom je tot zoiets? Nou, wij zitten op het Jacob Roelands Lyceum en we hebben dan technasium. En we waren laatst... Technasium, wat doe je dan? Wat houdt dat in? Ja, dat is gewoon, heeft allemaal met technische dingen te maken. En je krijgt dan opdracht van opdrachtgevers. En, zijn die opdrachtgevers? Ja, dat is heel verschillend. Okay. En dan moeten we gewoon allemaal problemen oplossen. En we waren laatst in het Evaluon in Eindhoven. Ja. En we hoorden over de Young Solar Challenge. En ja... Dat vonden we natuurlijk geweldig. En wie is we? Stef, Martijn, Roos en ik. Jullie zijn met vier, hè? Ja. Die andere twee zijn Martijn en Roos. Ja, noem de achternaam even. Martijn Heesakkers en Roos Noten. Roos Noten en Martijn Heesakkers. Die zijn hier niet. Nee. En jullie wel. En toen? Wat is dan de volgende stap? Dan ben je op school en zeg je, daar zullen we eens aan mee gaan doen. Wat gaan we dan doen? Nou, het ging eigenlijk al sneller, want in de bus hadden we eigenlijk al een teamnaam bedacht. En de teamnaam is? Nostra Navis. Nostra Navis. Latijn voor onze boot. Onze boot. Ja. Nostra Navis, onze boot. Ja, hartstikke leuk. Maar toen we thuis waren, hadden we eigenlijk zo snel mogelijk aangemeld. En we kregen te horen dat we een van de laatste pakketten hadden. Serieus? Ja. Laatste pakketten? Ja, want je krijgt zeg maar een soort van bouwpakket, waarvan je de boot dan maakt. En we hadden echt de ene laatste of de laatste, dus we hadden heel veel geluk. Oké, dus je krijgt een bouwpakket thuis gestuurd. Een soort IKEA, mag je reclame maken, maar een soort IKEA pakketje met schroeven erbij en lijm. Of ben ik nou heel... Als het zo simpel was het wel fijn. Nou, heb je wel eens een kastje in elkaar gezet van IKEA? Nog niet. Nou, dat kan ik jou verzekeren. Dat gaat niet lukken, zonder hulp van Yara bijvoorbeeld. Maar je krijgt zo'n pakket thuis, dus ik neem maar als een levensgroot pakket. Ja. Moet je dan iets voor betalen? Ja, in totaal is het €1.750. Sorry? €1.750. En jullie zijn? Je moet er heel veel kranten voor rondbrengen. daar hebben we sponsoren natuurlijk voor nodig. Oké, okay. dus het is eigenlijk meer dan alleen zo'n boot bouwen. Maar jullie moeten... Ja. Dus jullie hebben een team van vier man. Zegt nou, jij haalt het geld binnen. Ik zorg dat de boot gebouwd wordt. Jij zorgt voor de zonnepanelen. Moet ik zoiets zien? Nou, eigenlijk werken we best wel samen. Dus dan we maken gewoon een beetje een planning van wie, wat, wanneer we doen en zo. En dan werken we gewoon samen aan de boot. En... Ja, nou, maar ja, dan komt het pakketje. Ik neem aan dat jullie niet zelf zo'n boot kunnen bouwen. Ja, we... Jij lacht? Ja, het is natuurlijk wel moeilijk, ja. Maar ja, je hebt instructiefilms en zo, maar we krijgen ook wel hulp. Ja, van Ivo volgens mij. Ivo Maaskant. Ja, die is dan een houtdeskundige of zo, of die kan boten? Ja, hij heeft zelf ook boten gebouwd voor Kees van der Velde.
En daar mogen de bekende Kees. Oké. Okay. Ik ken hem niet, maar klinkt heel bekend. Hoe heet hij? Van der Velde. Oh, Kees van der Velde. Ja, maar in ieder geval mogen we daar de werkplaats gebruiken. En we hebben hem al een paar keer volgens mij te veel. Dat is hier in Boksel, ja, dat ken ik wel. Jawel, ambacht is dat. Ja. Ja, dat ken ik wel. Ja, natuurlijk ken ik niet. En dan mag je daar de werkplaats van. En we hebben ook een paar foto's van de bouw van jullie boot. Ja. Kunnen we even naar kijken? Kijk, nou, dit ziet er meer uit als een tuinbank. Maar vertel, wat zien we hier? Nou, we zien hier eigenlijk het skelet van de boot. Okay. En daarop gaan we eigenlijk, daar zijn we nu mee bezig, platen monteren waarop we dadelijk waarop we epoxy en glasvezel aan kunnen brengen. En epoxy is? En, ja, kleefmiddel. Een kleefmiddel. Ik weet heel eerlijk gezegd niet hoe ik het uit zou moeten leggen. Nee, jij? Wij. Gewoon epoxy. Gewoon epoxy er tegenaan en ja, varen met die hap. Yara, wat zien we hier? We zien hier al een beetje verder gevorderd stadium. Ja, hè? Hier zijn we dan iets verder en hebben we al de platen erop gelegd. Want ja, dit is de boot ondersteboven. Dus ja, dit is dan. Het is van een doodskist eigenlijk. Maar ja, hier zie je dan al dat de onderkant, daar zijn we dan mee bezig om die rond te bouwen. Oh ja, het ziet er wel, nou, ik moet zeggen, het ziet er wel heel specie uit, heel snel. Want de voorkant is iets heel speciaal dan, wat de voorkant wordt. Ik neem aan dat dat de voorkant wordt. Die, ja, aan de achterkant is de voorkant, ja. Ja, de achterkant, ja, dat begreep ik. Daarom zei ik ook voorkant, heel intelligent probeer ik te zijn. Ja, hartstikke mooi. Hebben we nog een foto? Wat is dit? Nou ja, dit is eigenlijk de boot zoals hij eruit zou moeten zien. Alleen dan zit het zonnepaneel niet aan de voorkant. Maar zit jullie boot al of is dit een... Nee, dit is niet onze boot. Oké, okay, maar... Nog bezig. Okay. Nou, dit is de boot van een ander team. En ja, ik denk dat ze nou iets aan het repareren zijn. Oh jee. Ik dat klinkt tape, niet echt goed. Ik zie tape liggen. Tape, oh, als je een boot met tape moet repareren. Maar oké. Okay. Hebben we nog een foto? Nog eentje, denk ik. Nee, foto's zijn op. Dat heeft helemaal niks. Wat gaan jullie een wedstrijd meedoen dan, neem ik aan? En waar is dat? Ja, we doen mee aan 3 wedstrijden. En die zijn eigenlijk allemaal een beetje in het noorden van het land. Want ja, daar, de meeste deelnemers die zitten ook in het noorden van het land. Wij zijn volgens mij zijn er maar 2 of 3 of zo. Ja, in het noorden van het land zitten ervaren boten. Ja. Maak je kans? Ja. Misschien. Dat hopen we natuurlijk. Want ik heb begrepen, het is een soort, net als schaatsen, je doet korte afstanden en lange afstanden. En je hebt een algehele winnaar, zeg ik dat goed? Nou, in totaal zijn er 3 wedstrijden. Je mag gewoon los aan die wedstrijden meedoen. Maar je hebt in totaal heb je een eindklassement, waaraan degene met de meeste punten voor die wedstrijden bij elkaar, die wint. Maar zo'n wedstrijd bestaat uit 3 verschillende onderdelen. Sprint, dat is 200 meter gewoon in een rechte lijn varen. En je hebt een onderdeel waarbij je rondjes vaart en je zoveel mogelijk rondjes in een bepaalde tijd moet varen. En een onderdeel waarbij je een zo lang mogelijke, een lange afstand moet afleggen in zo kort mogelijke tijd. Oké. Okay. En vaar je dan samen of vaar je 1 voor 1? Nee, het is, er kan 1 iemand in de boot, zeg maar. Dus wanneer de boot af is, dan gaan we oefen varen en dan dus gaan we gewoon kijken wie het waarschijnlijk beste... Waarschijnlijk de lichtste. Ja. De list, dus allemaal afvallen natuurlijk, wie er in de boot mag. Maar ik bedoelde eigenlijk, vaar je samen met andere teams? Omdat het misschien oneerlijk is als je met wind en water en zo, als je, vaar je dan samen gelijk? Of, ja, je vaart bij bijvoorbeeld sprint, start je allemaal tegelijk. Ja. Maar bij rondjes varen en die langere afstand, is er eerst een soort estafette waarbij de anderen moeten rennen. Die moeten de boot aantikken en dan mag je gaan. Dus dat kan in principe allemaal tegelijk, maar... Ja, ja. Kunnen we jullie volgen op social media tegenwoordig? Ik neem aan voor wel, hè? Zeker. We hebben een website, www.nostranavis.nl. Nostranavis.nl. Ja. En we hebben ook een Facebookpagina en een Instagrampagina. En dat heet ook Nostranavis. Oké. Okay. En wanneer is het? De wedstrijd? 26 en 27 mei zijn de eerste wedstrijden. Mei. Hoe ver zijn jullie? Gaan jullie het halen? We hopen van wel. Ja, daar zijn we wel van plan. Er zijn, nee, ik stel het nog een keer. Gaan jullie het halen? Jazeker. Ja, zeker. Hartstikke goed. Dan de volgende stap. Stel in het ergste geval jullie winnen. Ik noem maar iets. Stel jullie eerst voor. Ik heb wel eens gehoord dat er in het buitenland ook van die wedstrijden zijn.
Ja, je hebt ook de Dutch Shoulder Challenge. En dat is dan gewoon voor Nederlands. Maar dan moet je wel volwassen zijn. Maar we willen eigenlijk het liefst wel... je kan de zonnepanelen en alles, die huur je nu, zeg maar. Maar we willen eigenlijk die uiteindelijk wel kopen. Dat het gewoon echt allemaal van ons is. En okay. Dan kun je het dan nog sneller maken en uitbreiden en zo. Ja, ja, ja. Nou, ik ben zeer benieuwd. Ik ga het sowieso zeker volgen. Even kijken, heb ik nog een vraag? Ja, die heb ik nog. Is techniek ook de richting die jullie uiteindelijk willen gaan studeren? Of doen jullie iets heel anders? Studeer je Frans en doe je dit erbij of zo? Ja, zeer waarschijnlijk wel iets richting techniek. Ja? Waar moet ik dan aan denken? Daar zou ik heel eerlijk gezegd nog niet weten. Nee, ik heb nog geen idee, maar ik vind techniek gewoon heel interessant. Maar welke mogelijkheden zijn er? Noem eens iets. Ja. Technische geneeskunde lijkt mij bijvoorbeeld interessant. Technische geneeskunde? Leg uit. Ja, je gaat bijvoorbeeld apparaat ontwikkelen waarbij jij mensen beter kunt maken. Of bijvoorbeeld een MRI-scan. Ja. Daar zit ook een technische kant aan. Ja, ik begrijp het. Hartstikke goed. Ik heb helaas de vorige gast vergeten te vragen, maar er komen verkiezingen aan. Jullie zijn te jong om te stemmen. Maar doen jullie op school daar iets mee? Ja, we hebben tijdens levensbeschouwing en zo, dan praten we er wel over en we houden het wel een beetje bij. Maar, Ja, dat hou je nog niet zo mee bezig. Dat hoeft ook niet. Toch? Nee. Komt toch goed, de politiek. Nou, ik wil je hartstikke bedanken en heel veel succes wensen met de race. En hou ons op de hoogte. Ja, zullen we doen. Ik ga het volgen op social media. En mochten jullie winnen of eerste of tweede of derde worden, dan is er een eerste prijs. Ja. Een beker. Een beker. Nou, hartstikke leuk. Nou, die neem je dan mee. Ja. Goed. Is goed. Dankjewel voor de interview. En ik ga even voor de laatste keer naar Jos. Oh, ik zie het al. Oh. Ik zeg even niks. Ik laat jou even partij. Oh. Hij is weg. Ja. Lekker sladen. Mooie geitenkaas uit Brabant. Wat, Brabantse geit. Brabantse geit. Geiten met een zachte G. Witte geit. Ja, witte geit, ja. gemarineerde peer is gemarineerd in een mooie dressing van honing en mosterd. De rokermandel, die had je al een keer geproefd, maar die proef je nu in de salade dadelijk. Beetje rode ei, een beetje zongedroogde tomaten. Heel lekker dadelijk. Als het zonnetje weer gaat schijnen. Ik heb het al een paar keer mogen meemaken, hè, volgend jaar. Dus de lente komt er wat vroeger aan, denk ik. Ja. Dan is dit een heel mooi gerecht. Ja? Ja. Wat voor bier hoort hier weer een ander soort bier bij? Of, ik heb je... Ik had hem al omgedraaid, maar weer terug. De verkeerde kant, ja. Ja. Dat is een trappistje. Het is een trappistje, ja. Het is een trappistje die gemaakt is voor het 125 jaar bestaan van de bewuste abdij. Het zit een beetje tussen blond en donker in. Kunnen ze hier van het kasteel geen abdij maken? Wat ze bier maken? Ja. Wie weet, ik had net kunnen vragen. Misschien was dat wel dan iets geweest. Toch? Mooie bierbrouwerijen hier op het kasteel. Ja. En dan kunnen ze gewoon lekker blijven, toch? Ja, toch? Ja. Nou, hier zit de smacht om een biertje, toch? Ja, ik lust wel openmaken, hè? Ik lust wel een biertje, ja. Ik durf verder niks te vragen, dus. Ja. Schenk hem even wat met meer schuim in, want met de warmte van de lampen dan gaat het, zakt het heel snel in. Ik zou zeggen, geniet ervan. Excuseer. Oh, ja. Ik mag niet lachen, hè? Dat was te vroeg ingeslikt. Ja, moet je even opnieuw doen, hè? Even alles opnieuw. Ja, dat is wel heerlijk. Maar je moet eigenlijk gerecht er ook bij proeven. Eigenlijk moet je het in combinatie proeven, ja. Dan weet je ook zeker dat het zo bedoeld is als neergezet hebt. Je proeft een beetje de bitterheid van die geitenkaas. Het zoete worden van de marineerde peer. En de zoetigheid die vloeit een beetje voort in die trappies. Ja, zo moet zoals Geert vorig jaar zei, van heerlijk. En het was niet vreten, omdat het koud was. Dit is echt heerlijk. Ja, dat is echt heel lekker. Ik weet niet of je het goed kunt zien, Peter, het gerecht. Kan ik dat zo houden bij jou? Ja, het ziet er toch uit als een plaatje. Ja. Toch? Heerlijk, ja.
Oké. Okay. Nou. Ja. Dus je hebt alle ingrediënten heb je gebruikt. Dit zijn de? Dit zijn de zonnegebroodde tomaten, de rokermandelen, lekker wat sla, een beetje rucola zit er ook nog doorheen, de peer, honing mosterddressing, een klein beetje shiso purple, dat is een, ja, een klein plantje eigenlijk. Laat dat, shiso, ja. Dat is niet zomaar iets, dat is shiso purple. Ja. Wat is shiso? Ja, het zijn de kleine plantjes zijn dat, daar maken ze verschillende smaken mee en dit is, ja, de purple is de paarse versie. Ja. Hier is een klein beetje, beetje krachtig, een beetje pittig van smaak. En die kweek jij zelf, dit? Nee, nee, dat komt, dit, kun je, dit is niet zo makkelijk om te kweken. Oh, het ziet er zo simpel uit. Ja, het ziet er heel simpel uit. Maar dingen in de grond en de purple. Valt, valt nog best wel tegen, ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus ja. Die ingrediënten zijn gebruikt en dan met een lekkere bier erbij. Dan gaan we ja, nou, ik ga nog een bierproefje. Ja. Ik hoor ze lachen in de regie. Toch? Heel hard lachen. Nou, ja. We hebben nog 1 minuut te gaan. Ik weet niet okay. Of ik een bol moet maken, dus ik drink hem gewoon op. Is He? Goed, ja. Verkiezingen trouwens, kan ik ook voor jou vragen. Oh, gezellig. Ga je stemmen? ja, ik ben het wel van plan. Ik weet alleen echt nog niet waarop. Zwevend kiezer? Ja, heel zwevend. Oké. Okay. Dat ja, dus niet echt een... kom niet echt uit bij een partij die... dusdanig veel punten heeft die, ja. Dat ik daarop zou gaan stemmen. Partij voor de dieren gaat het niet worden met nee, de stukken vlees. Nee, dat gaat voor een kok niet worden. Dat gaat voor een kok niet worden, nee. Tenzij je vegetarisch kok bent. Ja, die zijn er ook, hè? Ja, het zijn tegenwoordig steeds meer. Ja? Dus, doe jij er ook iets mee, vegetarisch koken? Vegetarische gerechten ook. Hè? Ik bedoel, dit is ook een 100% vegetarisch gerecht. Ja. Want zelfs de geitenkaas... Mensen denken dat kaas altijd vegetarisch is. Dat is helemaal niet zo. Maar dit, deze snap ik niet. Nee, om kaas te maken heb je stremsel nodig en dat komt uit de maag van een kalf. Ja. Maar deze kaas bereidt met vegetarisch stremsel. Dat is weer een alternatief daarvoor. Dus niet, het is niet zo dat een kaas altijd vegetarisch is. Oké. Okay. Nou. Eigenlijk 99% zelfs niet. Wijze lessen. Ja. Hier bij Dommeland. Ja, precies. Hè, toch? Ja, ja. Nou, ik vond het hartstikke leuk jou hier te hebben, Jos. Oké. Okay. En ik wens jou heel veel succes met jouw nieuwe zaak. Hoe heet die? Nine. Ja. 9. Ja. Kleine subtiele verwijzing. Ja, naar? Naar het verleden van 9 mannen. Oké, ja. Ja, ik snap het. Ja. Ja. Nou snap ik het pas. Ja. Ja, vorige kroeg of vorige restaurant. Restaurant, ja. Hartstikke leuk. Ik neem nog een slokje en ga ik afkondigen. Is goed. Daar ben ik. Mensen, dit was Dommeland Live. Ik vond het in ieder geval hartstikke leuk om te doen. Ik hoop dat jullie het ook best wel een beetje leuk vonden. Wij zijn er over 2 weken weer en dan is Claudia aan de beurt om het te presenteren. Als ze tenminste niet ziek is of in de file zit. Want dan ben ik er weer. Maar waarschijnlijk is dit voorlopig de laatste keer. Dus ik kan iets zeggen waardoor ze mij kunnen ontslaan. Brent is vandaag jarig. Die is vandaag 16 jaar geworden en die feliciteer ik. Brent, hartstikke gefeliciteerd. Ik zeg mensen tot kijk. Dit was Dommeland Live. Tot de volgende keer.